We gaan naar onze eerste twee gasten. En dat zijn twee onderwijsmensen. Gisteren was het de dag van de leraar. En we verwelkomen hier Johan Melsen en Robert Boot. Johan, jij zit al bijna 46 jaar in het onderwijs. Ik ben aan mijn 46ste jaar bezig. Ja. Ja. Weet je nog de dag dat je begon? Zeker. Dat Hoe was dat? Vlak na de zomervakantie in 1977. En ik had 33 kindertjes voor mijn neus. Ja. Klas 3 en 4. 10 leerlingen klas 4. Nu groep 6. En 23 leerlingen, als ik goed reken. Mm. En ik weet nog die eerste dag dat ik ze allemaal aan het werk had. Dat ze aan het rekenen waren. En dat ik langs alle rijen liep. En dat ze allemaal hard aan het werk waren. Fantastisch. Dat gaf me een geweldig gevoel. Ja, waar was dat? In Tholen. Tholen? Ja. Welke school? Stad Tholen. De stad? Natuurlijk, ja. De stad Tholen. Ja, de mensen die kijken uit Tholen, die zullen dat beamen. Zeker. Hoe heette de school? Eben Haezer. Ja. Ja. Robert, jij staat 3 jaar voor de klas. Ja. Robert Boot. Waar? In Geenemuiden, op de Reelbotschool. Ja. Ja. Weet jij nog die eerste dag dat je daar binnen liep en geen 33, denk ik, aantrof, maar iets minder? Nee, dat waren er 26. Ja. Het eerste jaar dat ik les gaf. De allereerste dag dat ik binnenkwam op de school, dat weet ik nog wel heel goed. Want ik parkeerde mijn auto en ik hoorde een soort knal. En toen terugkwam bleek dat ik een lekke band had. Dus dat was mijn herinnering aan de eerste dag die me het meest bij is gebleven. Ja. Ja, mooi, ja. Het was gisteren de dag van de leraar. Gebeurde er iets op school? Ja, we kregen een grote doos met taart. Dus dat is altijd de man lekker. Of per nee, team? Nee. Voor het team. Ja. Okay, ja. We deden er zo zuinig mee dat we vandaag en waarschijnlijk morgen ook nog uit diezelfde doos... Hopelijk geen slagroomtaart. Nee. Ja, we kregen een boekje vandaag. Ja. Een nieuw boekje, ik moet het nog lezen, van dominee Kersten. Okay. En er zat nog een soort vlies, deken. Voor van de winter. Voor van de winter. Ja, nee, ik begrijp het, want als het een koude winter wordt. Heb je ook iets gehad, Johan? Ja, wij kregen hetzelfde boekje. We kregen een stroopwafel. Mm. En een warm hout koffiebeker. Ook vanwege duurzaamheid. Kijk. Dat we dus langer met onze koffie en thee kunnen doen. Ja. Want voor alle duidelijkheid, je werkt nu op de Pabo de Driestar in Gouda. Dus je leidt leerkrachten op. Ja. Heb je Robert in de klas gehad? Ja. Vertel. Was het een beetje student? Of? Toen wij net elkaar zagen, toen zei hij, ik heb les van u gehad. En ik zei, ik kan je gezicht niet herinneren, maar ik weet nu hoe dat komt. Het was in een collegezaal. Ja. En daar zitten ze dan tot boven toe. En Robert was één van de studenten. Maar nu we even gepraat hebben, Robert, kwam de les weer boven waar we het over hadden. En zelfs een filmpje wat ik liet zien van mijn kleinzoon. Ja. Waar ik voordeed hoe je een bepaalde manier van lezen doet. Voorlezen, koorlezen. En daarna kon hij het zelf. Okay. En dat wist Robert ook nog. Dus. Ja. Dat was het verschil. Ja, u wist nog welke stof het was. Ja. Niet meer de persoon. En ik wist de persoon nog, maar geen idee meer welke stof het nou was. Maar daar ben ik nou weer achtergekomen. Ja. Waarom wilde jij het onderwijs? Het stukje vorming, dat vind ik ontzettend mooi. Dat je de kinderen kan vormen en ze dingen mee kan geven. Ja. Ja. En jij, Johan? Nou, ik zeg het niet helemaal meneer Van Dam na, die bij ons op de introductieweek het volgende zei. Mijn ouders hadden besloten dat ik onderwijzer wilde worden. Ja. Zo is het niet gegaan, maar mijn ouders hebben het wel heel erg gestimuleerd. Ja. Toen ik nog op de lagere school zat, zouden wij met z'n drieën naar Gouda gaan. Dat was toen al min of meer... We zijn met z'n tweeën gegaan. Mm. En ik ben als enige ook echt voor de klas gekomen. Oké. Okay. Ja. Maar nooit spijt van gehad. Nee. Want wat is er zo mooi aan voor de klas staan? Ja, kijk, als ik zeg wat, dan lijkt het alsof het maar één ding is. Maar er is heel veel te beleven in een klas. Ja. En als ik dan aan de basisschool denk, dan denk ik dus gewoon aan kinderen nieuwsgierig maken en die nieuwsgierigheid voeden. Mm. Zodat ze willen leren en dat jij dat dan leidt. Ja. Als gids, zeg maar. Ik ging heel graag met mijn kinderen naar buiten. Of ik haalde mensen binnen de school. Okay. Bijvoorbeeld een oude man die vertelde over vroeger. En, nou, dat soort dingen vond ik schitterend. Of die vlinder, wat je vertelde in Terdegen, je interview. Ja, ja. Dat je vlinders in de klas had en er kwam een exemplaar uit. Ik had heel veel dieren in de klas, ja. Er kwam iemand soms met haasjes. Die waren in het veld gevonden, twee jonge haasjes. En die hebben we in de klas grootgebracht. Okay. Of ik had een kanaries die
eitjes legden en jongen kregen. Of van die kleine ratjes. Een zeeaquarium. Ik heb van alles in de klas gehad. Fantastisch. Jij ook, Robert? Nee, ja, ik had het vandaag over zeehonden, maar om nou dat exemplaar de klas in te krijgen. Nou ja, ook, misschien. Ja. Misschien de haven van Genemuiden. Nee, ja, dat zou kunnen. Maar heb je dieren in de klas of niet? Nee, helemaal geen dieren. Nee. Nee. Okay. Hey, ik ga even naar de kijkers, want dank voor de vragen die jullie insturen. Ja, de eerste is al erg leuk. Wat zijn jullie grootste blunders, Johan? Nou, ja, ik durf het nu wel te zeggen, maar ik op de allereerste dag, toen ik dat rondje deed langs al mijn kinderen, toen kwam ik langs een leerling en die had nog niks opgeschreven. En wat deed ik toen? In plaats dat ik naast hem knielde en zei, joh, lukt het niet? Deed ik zo. Oei. Dat mocht toen nog een beetje. Ik deed zachtjes, hoor. Ja. Maar ja, dat... Daar heb pedagogische tik. Daar heb ik tot de dag van vandaag spijt van. Oké, okay, ja. Ja. Jij, Robert? Ja, 3 jaar nog maar. Blunder, ja. Ja, het was een paar weken geleden. De dag voordat de schoolfotograaf kwam, gelukkig. Toen liep ik op het plein, ik was pleinwacht. En een hele groep kinderen om me heen. En ik weet geen eens meer wat ik vertelde, maar het was iets grappigs. En er stond een jongen, die stond zijn pakje met chocolademelk leeg te drinken. En die begon in één keer te lachen. Terwijl hij aan het drinken was. Dus in één keer zat mijn hele overhemd onder de chocoladespet. Ja. Dat heb ik de hele dag moeten aanhoren. Ja. Fantastisch, ja. Ik ga naar nog een vraag. Wat is de leukste leeftijd om les aan te geven? Ja, ik vind echt de basisschool, laat ik maar zeggen, groep 6, 7. 6, 7? Ja, ja, die zijn... Hoewel, ik ben in groep 5 begonnen en dat vond ik ontzettend leuke kinderen. Maar aan 7 kun je wel meer kwijt. Ik heb daar hele mooie projecten gedaan over ruimtevaart, over het reddingswezen, over weer en klimaat. Nou ja, daar kun je ontzettend veel kwijt. Mooi. In dat Terdege-interview vertelde je ook dat je een vergadering had. En die klas op het bord schreef. Je schreef op het bord wat die klas moest doen die dag, dat jij er niet was. Ja. En die deden dat ook. En die deden dat, ja. Op dinsdagmiddag was dat. Dan ging ik naar Oud-Vossenmeer. Daar hadden we dan een cursus. Maar ja, invallen. Vroeger had je ook geen invallers. Mm-hmm. Als er iemand ziek was, dan ging de tussendeur open. Dan had je 60 leerlingen. Ja. En als het langer duurde, dan werden ze verdeeld over de groepen. Maar als ik naar cursus moest, dan hadden we ook geen invallers. Ja. Dus dan sprak ik af met ze, dat en dat en dat moet je vanmiddag doen. En dan ging ik. Robert, goede tip. Ja, ik heb het nog nooit geprobeerd. Nee, probeer het dus. Kijken of het lukt. Ja. Ja, de directeur die opende dan. Die begon de middag en die eindigde de middag. Ja. En de volgende morgen keken we wat er van terecht gekomen was. Oké, okay, welke kinderen vind jij het leukst om les te geven? Ja, ik heb vooral nog aan groep 5 lessen gegeven. Dus ja, dat vind ik nu het leukste. Maar ik herken het wel. Ik vind het mooiste als je echt nog kan vormen. En dat heb je denk ik... Nou ja, 5, 6, wel een beetje het meest, ja. 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 Nog een mooie vraag is of je tips hebt voor mensen die net leraar zijn. Wat die wel of juist niet moeten doen. Vraag het aan mij? Ja. Even denken. Dat is zo lang geleden. Nou ja, je hebt vaak een soort ideaal van als ik eenmaal een klas heb, ja, dan... Dan komt het helemaal goed. Gaat het helemaal goed. Ja. Stel dat van tevoren alvast maar een beetje bij. Dat er vast dingen gebeuren waar je niet op gerekend had. En die je ook niet in één keer kunt omkeren. Ja. Maar ja, geniet wel van... Nou, één dingetje. Een student stond voor de klas. Eerstejaars. En ik had een gesprek naderhand met haar. En ze zei, weet u wat er gebeurde? Ik zeg, nee. Ze zei, ik was aan het vertellen... En ik zat helemaal in mijn verhaal. En toen keek ik de klas in. En toen keek er een leerling recht in mijn ogen terug. Dat was mooi. Mm. Nou, ja, dat is wel waar je voor gaat. Voor het contact met kinderen en voor de kick. Yeah. Voor die kick. Yeah. Robert, jij een tip aan collega's die... Een stukje 1-op-1 contact met leerlingen is denk ik heel belangrijk... om echt een mooie band te krijgen. Dat ze ook zich gezien weten... Ja, en voor jezelf, ik denk dat het nu heel belangrijk is... en dat merk ik zelf ook al, dat je werk en privé gescheiden houdt. Oh ja. Want zeker de eerste jaren kan je er wel tot 11 uur iedere avond bezig zijn... om voor te bereiden. Maar dat gaat de kosten van jezelf op een gegeven moment. Je krijgt intussen de groeten van Mart. ZH-meester Boot. Van vorig jaar, ja.
Nee, een paar jaar terug. Ja? Ja. Okay. Nou, groetjes terug, Mart. Dat mag gewoon. Jullie mogen ook groeten doen. Geen enkel probleem. Stuur maar door. Dan lezen we het gewoon voor hier. Hey, ik wil even met jullie naar... mijn vrouw zit ook in het onderwijs. En tegenwoordig het onderwijs, dat is allemaal protocollen, vastleggen... systemen waar je in of uit moet. Ik zal een zin voorlezen die ze pas aan tafel aan mij voorlegde. Ze zei tegen mij, door jouw ruimtenemende gedrag en fluïde redenen... fluïde reden om onvermogen te zijn... heb ik een disharmonische ontwikkeling doorgemaakt... die lastig is te externaliseren, waardoor ik niet handelingsgericht kan werken. Ja, ik denk dat dit een leestekst is voor groep 4. Klopt dat? Nou, dat zou het bijna wel kunnen, ja. Nee, vreselijk. Ja? Waar komt dit uit? Ja, geen idee, dat wil ik ook niet weten. Maar klopt dit een beetje? Dat... Ja, het klopt helemaal. Ja? Nee. Ik weet niet wie hiermee geholpen wordt met zulke moeilijke zinnen in eerste instantie. Dan moet je dus een woordenboek bij hebben of een hele grote woordenschat hebben. Ik ben benieuwd wat je vrouw ervan vond. Wordt het kind erachter soms niet gezien achter deze alle structuren die je moet maken? En... Nou... Als het maar om het kind gaat en ze gebruiken daar deze teksten voor... Ja. Dan is het goed. Ja. Maar het gaat wel om het kind. Ja. Robert, jij begint net. Loop je er ook wel eens in vast? Van, jongen, ik moet wel in dat Parnassus moet ik alles intikken en vastleggen wat ik doe. Ja, je hebt altijd een beetje corvée-taken, noem ik. Ja. Noem ik het. Ja. Je hebt veel nakijkwerk. We hebben een nieuwe rekenmethode. En daar heb je 10 opgaves gemiddeld per dag... Ja, als je 26 kinderen hebt, ik heb er nu 15, maar vorig jaar 26... en je gaat in het begin heel ijverig alles nakijken... dan ben je 260 opgaves verder. Mm. Op een gegeven moment, ja, dat is niet te doen. Dus op een gegeven moment word je ook wel selectief. En ik heb gelukkig een aantal hele goede begeleiders in het begin gehad... die zeiden van, richt je op de kern en je kan niet alles doen. Maar ja, je krijgt wel steeds meer verslagleggingen... en alles wat erbij komt kijken. Ja. Het heeft een goede kans, maar je kan er denk ik ook wel heel erg in doorslaan. Ja, en het kost veel tijd. Ja, absoluut. Ja. Als je niet oppast. Ja. Ja. Dan gaan we even naar de kijkers... Oh, dat zegt er iemand. Goeie oude tijd, juf van de knap. Nou, dat is iemand die is hier niet vanavond. Maar, wat vindt u het leukste vak om les te geven? Ik geef nu Nederlands, alleen maar Nederlands. Ja. Maar op de basisschool vond ik wereldoriëntatie het leukste. Oké. Ja. Waarom? Nou, de wereld om je heen, daar leef je in. Ja. En die ontdekken en die verkennen. En dan heb ik het over biologie, maar ook aardrijkskunde, geschiedenis. En ik trok er zoveel mogelijk op uit met mijn kinderen. Ik ging echt de natuur in. Dan weet ik nog een leeuwerik. Ik wist waar de leeuwerikken zaten. Mm. Gingen we z'n allen in het talud liggen. En luisteren. Totdat die leeuwerik opsteeg. Ik dacht, jongens, blijven kijken. En als hij dan heel hoog is, dat je hem bijna niet meer ziet. Dan valt hij een steen naar beneden. En dan is hij weer op de grond. En nooit vragen van ouders gehad. Meester Melsen, wat doet u daar in het gras met die kinderen? Nee, integendeel. En als het ging sneeuwen, dan zei jongens, we gaan naar het bosje. Dat was dan bij de Vesten, de oude grachten. En dan een sneeuwbalwedstrijd. Hè? 2 kastelen bouwen en gooien. Dat was dan gym. Goeie tip, Robert, van de winter. Ja, hopen dat we die strenge winters weer krijgen, dat we echt kunnen gooien. Ja. Ja. Heb je wel je vliesdeken nodig? Ja, kent meester Boot Marit nog? Jazeker. Ja, ik ken ze allemaal. Wie is Marit? Marit, ja, hoe moet ik nou Marit omschrijven? Ja. Marit komt nog steeds regelmatig bij mijn deur. Altijd gezellig praatje maken, ook als het niet uitkomt. Maar het is altijd ontzettend gezellig. Oh ja. Dus, ja. Ik heb vanmorgen in de vorige klas, waar een beetje aan het geinen... heb ik nog een stukje voorgelezen. En dan loop je weer terug naar je eigen klas. Dus ze kunnen het mij ook wel een bepaalde taak ook wel zelfstandig doen. Dus misschien moet ik dat wat verder uitbouwen. Ja. Je hele klas zit natuurlijk nu te kijken. Nou, iedereen denk ik. Half Geen de Muiden zit denk ik. Half Geen de Muiden zelf. Misschien kunnen jullie even juichen en dan horen we het hier in de studio. Ja. Hey, nog een leuke vraag. Wat is het leukste compliment dat u ooit gekregen hebt van een leerling? Als jij er een weet, moet jij het eerst. Ja, dan kun jij nog even nadenken. Het was helemaal aan het begin toen ik nog stage liep. Toen ben ik met de jongen naar boven gegaan om wat oefeningen te maken. Mm-hmm. En toen liep hij naar beneden en toen bracht ik hem terug bij de juf. En toen fluisterde hij tegen de juf en ik kon dat precies horen toen ik de deur dicht deed van... de meester is echt mijn vriend, want hij heeft me zo goed geholpen. Oh, ja. Ja, op zo'n moment was dat zo mooi. Ja, prachtig. Daar doe je het voor. Ja, dat is mooi. Ja, ik zit nu ook aan mijn eerste jaar te denken... dat aan het eind van het jaar
een leerling aan mijn bureau zei... meester, hebben we u volgend jaar weer? Nou, dat vond ik ook echt heel erg fijn om te horen. Toch, die eerste jaren komen steeds terug, hè? Ja. In de antwoorden. Ja, echt. Omdat dat het meeste indruk gemaakt heeft. Terugkijk op 46 jaar. Ja. De eerste jaren was ik vrijgezel. Ja. Sommige klasgenoten van me gingen gelijk studeren. Geschiedenis of dit of dat. Ik zeg, ik heb hiervoor geleerd. Ik ben meester. En nou ga ik daar ook voor. Mm. En ja, die jaren... Ik denk dat ik alle leerlingen nog ken. Ja. Ja. Ik heb er toen ook heel veel foto's gemaakt. Dia's. En die mochten toen nog niet op school. En dan bij mij thuis in de garage, bij mijn ouders... dan gingen we dan de dia's bekijken. Stiekem. Ja, nou, niet stiekem. De ouders wisten dat wel. En dan bakte... Joop Tolen staat nu in de ploeg. De meesten gingen in de garage dia's bekijken. Ja. 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 Okay. Nee, maar toen waren het echt wel andere tijden. Nu heb je natuurlijk volop video en allemaal dat soort dingen. Wij gingen naar Limburg naar een kolenmijn op schoolreis... En die meneer die zei, nou jongens, gaan we eerst even in deze ruimte een filmpje bekijken over hoe dat vroeger ging in de kolen. En dan moesten wij zeggen, nee meneer. Dat doen we niet. Dat doen wij niet. Ja. Nou, hij snapte er niks van. Nee, nee. Maar goed, ja, de eerste jaren waren wel heel mooi. Ja, die hebben indruk gemaakt. We gaan naar een afronding. U krijgt nog de meeste boot, krijgt de groeten van Lois. Of Lois? Lois. Lois, ja. Ja. En hou hier meester boot, leuk om u te zien, Sanne Buitink. Ja, dus, ik pak nog één vraag. Zijn de kinderen van toen anders dan de kinderen van nu? Dat is een beetje een voor de hand liggende vraag, maar... Ik denk ten diepste niet. Niet? Nee, nee, toch niet. Maar er was wel... een verschil is wel... Toen had je nog niet allerlei etiketten. Nee. Dus wat hoogbegaafdheid was, wisten we niet. Wat dyslexie was, wisten we niet. Of nauwelijks... Dus alle kinderen waren in principe gelijk. En ik had ook zoiets van, ik wil niet te veel van een kind weten. Ja. En ik denk dat dat vandaag de dag nog wel steeds zo is. Mm. Als je kinderen wil vertrouwen, hoe moet ik het zeggen? Vertrouwen geven, dan krijg je het ook terug. Ja. Ik denk dat je dan toch wel heel veel dezelfde dingen gaat meemaken als vroeger. Ja. Ja. En als je... een soort confrontatie met... en ik ben de baas. En dan was vroeger ook niet makkelijk, denk ik. Nee. Want die differentiatie, die is er nu wel. Ja. En daar krijg je meteen mee te maken. Ja, ja, ja. Is dat lastig of niet? In het begin wel. Ja. Je bent best perfectionistisch, zeker in het begin. Je staat er voor het eerst voor. En dan krijg je in één keer... de een moet op dit niveau, de ander moet je op dat moment loslaten. En gevoelsmatig doe je het nooit goed. En je krijgt altijd hele mooie feedback. Maar soms denk je ook wel van... ja, wat is nou het juiste moment om de een los te laten? En ja... Ik weet niet of dat een zoektocht is waar je ooit helemaal uitkomt. Ja. Daarom geeft dat de rust als een collega die er al 20 jaar in zit... zegt van, ik heb ook nog wel eens een dag dat het helemaal niet lukt. Ja. Dan denk ik van, oké, ik heb nog genoeg tijd om te leren. Zeker, ja. We hopen dat je nog veel jaren in het onderwijs krijgt. Dat kan ik tegen jou niet zeggen, Johan, want je moet ermee stoppen. Ja, ik ga ermee stoppen. Je gaat ermee stoppen. Wat ga je doen? Bij Leven en Welzijn? Ik heb een lieve vrouw. Ik heb 4 kinderen die allemaal een gezin hebben. Ik heb 12 kleinkinderen in totaal. Ik dirigeer graag. Ik heb geen vaste koren, maar ik val regelmatig in. Ik geef catechisatie. Ik verzorg bijbeluurtje bij gehandicapten. Oh, nou. En dan heb ik straks nog meer tijd voor... Oh, ik ben nog bezoekbroeder. Kijk, nou, ik... Nee, dat komt ik zit goed. Nog helemaal niet erover in dat ik straks niks te doen heb. Nee. Ik sluit af met een zin die nog binnengekomen is. En dat is een compliment aan jullie beiden... Dus het is van een groep 6 leerlingen, er staat niet bij van wie. Maar het geldt voor jullie allebei en daarin dank ik jullie voor dit gesprek. De meester zegt altijd, dag vriend. En dat blijft een kind bij. Hartelijk dank.